Dames en heren, het koor Les Chanterelles. 16 leden. Ze zingen klassiek. Het is toch even net wat anders dan net. Niet alleen het repertoire is anders, maar ook het geslacht van het koor is anders. Net een mannenkoor, nu een vrouwenkoor. Het koor wil ook verrassen, lees ik op hun website. En daar gaan we graag naar luisteren, onder leiding van Esther Dwarte. Heel veel succes en we zijn benieuwd. Dank u. Voor ons is dit een bijzonder moment. We hebben een aantal dagen geleden, 6 mei, niet zo heel lang geleden, hebben wij een uitvoering gehad waarbij we zongen over de bevrijding, maar eigenlijk vooral over de mensen die nog niet bevrijd zijn en onderweg zijn naar ons land, omdat wij vrij zijn en zij niet. Dus daar zingen we over en voor vluchtelingen, maar ook om daarbij stil te staan. We hebben een concert gehad met Woord, ook van Gerard Oostveen, die jullie misschien wel bekend is. En dat was een prachtig concert, daar hebben we ontzettend van genoten. En precies dat repertoire willen we heel graag hier herhalen. Dat is natuurlijk een beetje anders dan een lied wat u kent of dan een populair lied, wat ja, gewoon makkelijker ligt in het gehoor. Onze liedjes gaan eigenlijk over vluchtelingen en we hebben ze bij elkaar gezocht. Het gaat over troost, maar het gaat ook over het gemis van mensen. I am a poor, we may say, a ring string.
Ja, u hoort het, wij zingen a cappella. Dat betekent dat we dus geen begeleiding hebben. En dat betekent dus ook dat ik de stemvork mag gebruiken om te zorgen dat we allemaal op de juiste toon beginnen. En het is soms ook best spannend, want soms dan wordt het toch moeilijk om er goed op toon te blijven. En we hebben dus niets wat we horen waardoor we dat kunnen verbeteren. Nou, ik vind in ieder geval dat ze het net ontzettend goed hebben gedaan. We gaan verder met het volgende lied. Het volgende lied is van de componist Mendelssohn. En het komt uit een heel groot religieus werk. Het is eigenlijk een gebed waarbij je je zou richten tot een god. Dus zo mag u het ook even ervaren. Zongen op een concert voor bevrijding en voor de vluchtelingen. De volgende twee liederen die we gaan zingen zijn niet gecomponeerd, ja eentje wel, maar in ieder geval opgeschreven in het Jappenkamp.
dat is een rare plek om muziek te vinden, zult u denken. Maar er waren een aantal vrouwen in het Jappenkamp. En die hadden zoveel steun aan muziek dat ze daar steeds meer mee gingen doen. Ze gingen een stemmenorkest maken. Dus met alleen hun stem, ze hadden natuurlijk geen instrumenten, gingen ze klanken maken om de bekende klassieke melodieën die ze kenden terug te halen. En om op die manier toch te overleven en ook nog een beetje van hun menselijkheid te bewaren. Het eerste lied wat we gaan zingen is de Captive's Hymn. Het is een hymne geschreven voor gevangenen. We zingen 3 coupletten en eigenlijk vragen we in dit gebed, want dat is het ook, of we alsjeblieft een land en een wereld willen worden waarin er verdraagzaamheid is en waarin we het allemaal met elkaar gaan doen en wanneer het mooier kan worden. En het tweede lied wat we gaan zingen is het Largo. Het is een stuk van Dvorak, wat nu dus in dit geval niet door violen en door orkest wordt gespeeld, maar wordt gezongen door vrouwen.
met een liedje. Een liedje geschreven door een Vlaamse componist, een vrouw. Vinden we leuk om af en toe iets van vrouwelijke componisten te doen. Die zijn er niet zoveel, steeds meer gelukkig. En dit is van Erika Boudai. En ze heeft een liedje geschreven op een tekst van Frederik van Eeden over een waterlelie. Chantrel, hartelijk danken voor deze verstilde muziek. Het leek wel toen jullie de liederen over het Jammerkamp zongen alsof de vogels, de vrije vogels, extra hun best deden om te laten horen hoe mooi het was. Dus heel hartelijk bedankt. Heel veel succes met verdere optredens.